We zijn het eens onder de drie regeringen om een voorstel te doen aan de Raad van Bestuur. We zullen gaan naar een versterking van onze positie in de Dexia Bank België, maar ook we zullen gaan naar een financiering van de ganse groepen. Garanties worden verzekerd door de verschillende regeringen samen voor een bedrag van ongeveer 90 miljard. Er zijn ook vergoedingen voor, dit zijn allemaal inkomsten, courante inkomsten die de begroting ten goede zullen komen. Les résultats 2011 de Dexia. La perte est évidemment très importante, de 11,6 milliards d'euros. D'une part, la vente de Dexia Bank Belgique, qui est le facteur de perte principal de l'année, avec plus de 4 milliards d'euros de pertes. Suivi, je dois le dire de très près, des pertes sur la Grèce, pour plus de 3,4 milliards d'euros. Nous allons avoir besoin, dans le temps, de 90 milliards d'euros de garantie publique au maximum. Aujourd'hui, nous les payons extrêmement cher dans l'attente du plan de restructuration. Pour assurer la viabilité à long terme du groupe, il conviendra que ce coût soit très fortement réduit. Nous en avons discuté et la volonté est d'assumer les engagements qui ont été pris une allure soutenue. Voor ons, Dexia is heel, heel belangrijk en we willen een oplossing zo snel mogelijk. Ja, bij ons Michael van Drogenbroek, die dossier volgt, is erg ingewikkeld. Geef eens een inleiding, Dexia, aan de hand van een aantal cijfers. Bijvoorbeeld 11,3 geloof ik, miljard, 6, ja. Of 11,6 miljard verlies voor de holding. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is aangegeven. Hè. Dus je weet dat er in oktober die holding ontmanteld is, omdat Dexia moest gered worden. Dexia Bank is er uitgehaald, Dexia Bank België. En wat overblijft, ja, is eigenlijk één grote pot rommel. Griekenland is daar voor een groot stuk bij. Dus dat verklaart dat gigantische verlies. Wat misschien nog slechter nieuws is voor die holding, is dat het eigen vermogen van die Dexia-holding ook onder nul gegaan is. Dus er is eigenlijk geen buffer meer. Terwijl ja, Dexia een stuurloos schip wordt, ter midden van die zeer woelige eurocrisis. En waarvan velen vrezen, als dat verkeerd afloopt, en wie kan dat nu voorspellen of dat goed of slecht afloopt, dan wordt Dexia misschien wel het Lehman Brothers van Europa. En plus, ons land, dat weet je, heeft daar heel veel waarborgen aan gegeven. Ja, dat is het tweede cijfer dat ik jou wil vragen. 90 miljard staatswaarborgen, drie landen, Frankrijk, België en Luxemburg. En wij betalen daar de grootste brok van, 60%. Het leeuwendeel, dat is zo onderhandeld in oktober. Slecht onderhandeld. Slecht onderhandeld wellicht. Het is ook zo dat er eigenlijk heel weinig geweten is. Er is bijzonder weinig informatie die gegeven wordt. En dat is wel een groot gebrek, omdat het natuurlijk over miljarden gaat van ons allemaal. Wat zeker is, is dat van die 90 miljard euro er voorlopig 45 miljard wordt ingezet tijdelijk tot einde mei. Dat dus borg staat, maar of dat virtueel is en virtueel blijft, met andere woorden, dat het pas zal ingezet worden als het helemaal verkeerd gaat, ja, dat is eigenlijk allemaal heel weinig duidelijk van. Ja, klopt. Ja. En dan heb je nog een kleiner bedrag, 300 miljoen. Dat is het bedrag vergoedingen. Vergoedingen voor wat? Het is een soort commissie die Dexia Holding moet geven, omdat ons land en Frankrijk en Luxemburg zich borg stellen. 300 miljoen euro is ongeveer het bedrag dat daarvoor in de begroting is ingeschreven. Belgische begroting. Alleen, dat heeft de Belgische begroting Mariani gezegd bij die voorstelling van die resultaten. Eigenlijk is het zover gekomen dat Dexia Holding die vergoedingen voor de waarborgen die nu zijn ingesteld, die 45 miljard euro, eigenlijk niet meer kan betalen. En dus zal het voor een groot stuk afhangen van de komende weken. Dexia moet een herstructureringsplan indienen bij Europa. Zal wellicht voorstellen dat die commissie die ze moet betalen voor die waarborgen naar beneden gaat of gewoon zelf niks meer wordt. En zal de uitkomst daarvan veel bepalend zijn. Dus Yves Leterme, die ooit als premier zei, we verdienen nog aan die bankencrisis, dat sloeg op die 300 miljoen euro en die zullen er wellicht niet komen? Ja, die uitspraak zal hem wellicht nog achtervolgen. Zeker als je weet, het gaat natuurlijk wel meer over meer dan alleen maar die commissie die niet zal betaald worden. Er is sindsdien ook de gemeentelijke holding die moet gered geweest. Er is een factuur van Arco. Er is ook Dexia Bank België. Dus als je die totale optelsom maakt van Dexia, dan zal daar niet bepaald aan verdiend geweest zijn. Dankjewel, Michael, voor deze inleiding op een debat bij Indra. Ja, en als we die cijfers horen, dan elke normale mens zou niet meer kunnen slapen. Politici, die blijven er vrij rustig onder. Merijm Almaci, lid van de Dexia-commissie. Ja, gewoon een reactie, hè? Want hebben wij ons zo laten rollen?
Ik heb het gezegd op het moment dat duidelijk werd voor hoeveel geld we Dexia Bank België hebben overgenomen. Dat iedereen zei, dit is relatief goedkoop. Heb ik gezegd, kijk naar de waarborg. We hebben ons met handen en voeten gebonden. Wat we aan één kant hebben binnengehaald, zogezegd redelijk goedkoop, hebben we ons aan de andere kant een zeer zware hypotheek op de hals gehaald. En die hypotheek is niet ondenkbeeldig. En toen luidde het, nee, maar nee, die restbank is eigenlijk helemaal niet zo problematisch. Daar zitten heel veel goede dingen in. De vraag was dan, als het toch zo goed was, op dat moment, die samenstelling, waarom was een overheidsgarantie dan nodig? En wij hebben al die bekommernissen toen geuit. Men heeft daar niet naar willen luisteren. En het resultaat is dat we inderdaad vandaag met een scenario zitten waar de realisering van die waarborg, het feit dat we effectief miljarden gaan moeten ophoesten, steeds realistischer wordt met de dag. En dus, ik ben zeer ongerust. Wij hebben een heel foute deal gedaan in 2011 en wij dragen daar vandaag de gevolgen van. En het eerste gevolg, het directe gevolg was, toen we die borg hebben afgesloten, dat we direct de ratingverlaging aan ons broek hadden, omdat de ratingbureaus zeiden, dit is te zwaar voor een land als België. 15% van het BBP dragen als borg, terwijl Frankrijk maar 3% van het BBP droeg, terwijl eigenlijk het grootste probleem van die restbank. De rommel zit in Frankrijk, natuurlijk. Gwendoline Rutte, bent u ook lid van de Dexia-commissie? Bent u ook zo bezorgd? Ja, wat we gezien hebben in de Dexia-commissie en onderzocht hebben het verleden, leert toch wel dat Dexia echt een monster of een reus op leme voeten was. En dat is gebeurd voor 2008, voor alle duidelijkheid. Ja, maar die onderhandelingen zijn daarna gevolgd. Ja, en wat er dus is gebeurd daarna en in 2011, is, kan je best vergelijken met een lichaam waar men van zegt, hier zit een hart in. Dat hart is de bank, Dexia Bank België, want er is ook nog vaak naamsverwarring daarover. En dat willen we er als land echt uit. Dat is onze bank en die willen we graag redden. Men heeft dat hard eruit gehaald om dat kloppend te kunnen houden. Maar ik hoor uit de kosten van een zeer zware prijs. Momentje, maar wat men nu moet doen is de rest... bij wijze van spreken met een beademingsmachine en dat zijn dan waarborgen aan de gang houden in de hoop dat je ook de longen nog kan transplanteren, de lever, de nieren. En dat zijn de goede delen die er nog in zitten. Het zijn die waarborgen die dat mogelijk maken, want die maken het mogelijk dat er geld geleend wordt op de markten. En ik denk in elk geval, met wat we vandaag weten, met de boodschap ook van Mariani, dat heronderhandelen waarschijnlijk wel op zijn plaats is om te kijken hoe het nu verder moet. We vragen of de Fransen daarop zitten te wachten natuurlijk. Maar eerst Koen Schoors, onze professor economie aan tafel. Hè. Vraag is natuurlijk, hadden de politici anders kunnen onderhandelen? Want zij zaten natuurlijk op dat moment met het mes op de keel. Hè. Ja, je kan altijd anders onderhandelen. Maar natuurlijk, ik ben geen politicus, ik zit daar niet aan tafel. Maar als je bekijkt naar wat de structuur van die bank is. De Franse poot, die heeft eigenlijk een probleem. Wat is namelijk het probleem daar? Ze hebben op heel lange termijn uitgeleend. Ze hebben uitgeleend voor 57% tot 2030, heel lang. Dus zij hebben eigenlijk het grootste probleem met liquiditeit. En toch zijn wij, België, degene die het grootste deel van de bankaire krediet gaan garanderen. Dus daar zit iets scheef. Maar dat komt omdat we in 2008 die percentage onderhandeld hebben. In 2008 was al vastgelegd, 60,5% voor België. En natuurlijk, eenmaal dat je daaraan vasthangt, kan je niet meer terug. Ja. Automatisch krijg je bijna hetzelfde percentage in 2011. Ja, niet akkoord met... In 2008 was het inderdaad ook al zeer vreemd, die verhouding. En dat hebben wij op dat moment, waren we wel in een algemene crisis. Op dat moment waren verschillende banken die de problemen zaten, KBC, Fortis, Dexia, en er moest voor allemaal een oplossing worden uitgedokterd. En je zit daar met een Belgische ploeg. Dus. Je zit daar met een Belgische ploeg die op heel korte termijn, ik zeg geen paniekvoetbal, ik was er niet bij, ik kan dat niet beoordelen. Ik weet dat op heel korte termijn toen een oplossing is moeten uitgedokterd worden voor verschillende banken, overal ter wereld en ook bij ons. En Dexia was wat dat betreft het grootste monster qua balans. Maar in die tussentijd, tussen 2008 en 2011, de mensen die in die bank zaten, ook heel veel politici, zagen, er zijn die brieven geweest van de Franse toezichthouder, dat het probleem zeer duidelijk ook bij die Franse tak lag. En als je dan ziet dat we niet in een algemene bankencrisis zitten, maar dat in 2011 het begint mis te lopen, met uw toezichthouders, met uw overheid, heb je dan de tijd en de informatie om te zeggen tegen Frankrijk niet opnieuw wat we in 2008 hebben gedaan. Bovendien was ook de samenstelling van die bank veranderd. We hadden op dat moment 50-50 gelijkheid in de raad van bestuur. We hadden een Franse CEO en een Belgische voorzitter. En dat was een andere situatie dan in 2008 toen de CEO een Belg was. Ja. En met die veranderde krachtsverhouding, met het feit dat je toen veel meer informatie had België gewoon op tafel moeten kloppen en zeggen, wij gaan jullie probleem niet oplossen.
oplossen. En dat is niet gebeurd. Wel, dat is onbegrijpelijk. Wat ik in elk geval vandaag hoor of deze week gehoord heb, is dat meneer Mariani zegt dat hij de sommen die moeten betaald worden om van de garanties gebruik te maken, dat hij die te hoog vindt. Ja, hij zegt zelfs dat dat een van de redenen is om in het rood, dat Dexia in het rood gaat. Wel, als hij die zal moeten betalen, dat hij dan in het verlies zal gaan. Nu, dat lijkt mij een goed aanknopingspunt om met alle betrokken partijen aan tafel te gaan zitten en opnieuw te kijken, niet alleen naar die waarborgen, maar ook naar de verdeling van de risico's. En als ik zeg met alle betrokken partijen, dan bedoel ik eigenlijk dat Dexia een probleem is wat heel erg gelinkt is aan de eurocrisis. In 2008 ging het over toxische producten, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Alle andere banken hebben dat opgelost. Dexia zat met heel veel staatspapier. Daar is nu de crisis van de eurocrisis bijgekomen. Ze worden dus een tweede keer getroffen. Wel, ik denk, als je zo gelinkt bent aan een Europees probleem, moet het ook dat Europees iedereen opgelost aan tafel moet gaan zitten om te kijken hoe je daaruit kan geraken. De onderliggende reden waarom België zoveel garandeert, is de volgende. Dexia Bank België, de Belgische Staatsbank, heeft heel veel geleend aan de Dexia Holding. Een stuk van die lening, dat was in het begin van dit jaar 56 miljard. Mm-hmm. Een groot stuk daarvan is ongedekt. Ja. Dat was toen 22 miljard. Maar dat is nu wel opgelost. Er is nu een eerste deel van die waarborg, die wij hebben toegekend, uitgekeerd. En waar is die waarborg voor een groot stuk voor gebruikt? Om die schuld van Dexia Bank België af te bouwen. Dus de totale schuld is gedaald naar 45 miljard en de ongedekte schuld naar 9 miljard. Mm-hmm. Dus eigenlijk die waarborgen die wij verschaffen aan de holding, dienen voor een groot stuk eigenlijk om onze eigen staatsbank te waarborgen. Maar de totale schuld van 45 miljard blijft natuurlijk openstaan. Dan stel ik mij de vraag, als ik Mariani hoor deze week, ja, wat als het zo slecht gaat dat er toch iets misgaat en we moeten dat gaan betalen, hoeveel is onze staatswaarborg waard? Het worst case scenario is dat het zich volledig effectiseert en dat we dus de 60,5% van die borg gaan moeten ophoesten. En dat betekent een zalig scenario 15% voor onze over van onze BBP. Ja, gaan we dat betekent dat onze staatsschuld met 15% van het BBP zal stijgen. Dus dat is een gigantisch risico. Maar dat is het worst case scenario. En we moeten ervoor zorgen, we moeten er alles aan doen dat dat zich niet realiseert. En tegelijkertijd naar Frankrijk gaan, naar Europa gaan en zeggen, wij moeten die deal herbekijken. Deze is onevenwichtig. Moeten we dan dat geld van dat wij zouden kregen hebben voor die staatswaarborgen effectief afschrijven, zeggen ja goed, we moeten het niet hebben, want dat is wat Mariani gaat vragen aan Europa. Hè? Ik denk dat dus op dit moment is er al de staatswaarborg op zich is al iets wat bekeken wordt door Europa, omdat het al als abnormaal wordt gezien. Maar we zitten niet met een gewone bank, we zitten eigenlijk met een bedrijf dat in afwikkeling is, de holding. Dexia Bank België is genationaliseerd, is eigenlijk op dit moment een zeer veilige bank, omdat ze in staatshanden is. Maar de holding is een ander paar mouwen. En daarvan zegt Europa, we moeten die staatswaarborg tot bekijken. En tweede, ja, alle vergoedingen die gebeuren aan de overheden die zich borg hebben gesteld, moeten naar marktwaarde gebeuren. En dat is nu hetgeen wat Mariani in vraag stelt. Hij zegt, als ik dat op die manier moet doen, dan gaat onze restbank helemaal in de problemen geraken. En daarover gaan we met Europa moeten onderhandelen. Maar Europa weet ook dat het in het Europees belang is, in het Belgisch, het Franse en het Luxemburgse belang is, om het niet zo ver te laten komen. Ja. Dus dat zullen moeilijke gesprekken zijn. Ja, ik denk dat daar toch echt wel de klemtoon moet liggen. Het kan niet de bedoeling zijn, zoals daar net gezegd werd, om van Dexia Holding een soort Lehman Brothers te maken. Om in de beeldspraak van daarnet te blijven. Als je die patiënt direct laat crashen, dan kan je ook de longen en de nieren en zo verder niet meer gebruiken. Wat wil dat in bedrijfstaal zeggen? Er zitten ook wel goede delen in Dexia Holding. Alleen is vandaag er de markt niet voor om ze te verkopen. Ja. En dus omgekeerd, als u zegt, stel dat het toch zou gebeuren, dan moet je kijken wat er nog aanwezig is aan Activa en wat daar tegenover staat. Alleen zal je ze dan voor een appel en een ei moeten verkopen en er niks voor in de plaats krijgen. Dat is de reden waarom we met die waarborgen werken. Nu de zaak liquideren zou het domste zijn wat je kan doen. Mm-hmm. Maar nu verkoop je aan de laagste prijs. En dan maakt België 60% van de verliezen. Dus dat is idioot. Je moet, wat er ook gebeurt, die holding recht houden. Iedereen dus die 300 miljoen die we afschrijven, dat is peanut? Ik weet niet wat daarmee gaat gebeuren. Dat wordt een politieke discussie. Maar eigenlijk is dat irrelevant. Vergeleken bij de bedragen die op het spel staan, is dat totale peanuts. Daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Wat moeten we doen? We moeten die holding recht houden. De simpelste manier daarvoor is eigenlijk daar kapitaal in steken. En van waar moet dat komen? Het eigen vermogen is nu negatief. Dat moet komen van de aandeelhouders, hè? Zijn de België en Frankrijk. Dus ik denk. Dus we gaan er nog geld gaan moeten voordat insteken. Voordat de maand voorbij is, zal er gediscussieerd worden, denk ik, over herkapitalisering van die holding. En misschien is dat een betere oplossing dan die gigantische waarborgen.